Het stormt bij de Frieslandbank. De vakbonden spreken zelfs al van een drama. Bij de oername troch de Rabobank verliezen 400 van de 800 Frieslandbank-meiwerkers haar een baan. Het zijn alle afspraken in. Gewoon mensen werk je er al meer dan 30 jaar. Geen baan meer in het vooruitzicht. Dus ja, we zijn nu aan het vechten om toch in alle redelijkheid. Eigenlijk hoeven we niet te vechten. Ik vind het heel normaal dat wij een normale vertrekregeling hadden gekregen. De bankiers jongen de frustraties van haar na. En dat docht Noël vertuten als het gaat om die ontslagregeling. De Frieslandbank wil nou met ons praten inderdaad over de opzegtermijnen zoals ze horen te zijn. En ik denk dat we komende week, tenminste dat is de toezegging, dat we eruit kunnen komen. Dus dit is een eerste resultaat van de actie, nu de rest nog. En met de rest worden ik de heel actuele problemen bij de Frieslandbank assuranties bedoeld. Van de 90 meiwerkers hadden er maar 14 haar een baan en dat kregen ze juur te jaren. En de mensen die wel een baan bij de Rabobank krijgen, ben ik ontevreden. Want zijn kinder vjouwer rond 400 euro in de mannen op achteruit. Als we daar niet uitkomen, dan gaan de koeien denk ik verhuizen. Richting Rabobank? Richting Rabobank. Het is duidelijk, personeel viert hem uitmolken. En een echte vakbondsdemonstratie is natuurlijk net compleet zonder handtekeningenactie. En zo komt er een eind aan een bijzondere demonstratie. Want bankiers, die demonstreren eens nooit. Alsjeblieft. Als je ergens echt rekken wil, ben meestal altijd bereid om hun kop op te steken. Het is uw bank. Uw Frieske bank.